Ja, ja, daar zijn we alweer. FIFA Mobile. Ik ben echt ondertussen een beetje verslaafd aan dit spel. Het is zo leuk. En we beginnen deze video meteen ziek. Want ik ga gewoon een aanbieding kopen. En ik weet het leuk gemaakt. Deze video ga ik nog een goedkope aanbieding kopen van 1 euro. Bij de 1000 likes, wat waarschijnlijk wel gaat lukken, ga ik volgende video ga ik dan een duurdere aanbieding kopen van 5 euro. Dat is deze aanbieding. En dan krijg je gewoon een random speler erbij. Eén van deze spelers kan je krijgen. Dus best wel wat lijpe spelers. En als we die video de 2000 likes halen, ga ik weer een duurdere aanbieding kopen. Deze van 10 euro. En als we dan de 3000 likes halen, dan ga ik misschien nog een duurdere aanbieding kopen. Maar dat zien we dan wel. Maar op die manier gaan we gewoon steeds verder en gaan we steeds ziekere aanbiedingen kopen. Dat is wel echt nice. Vind ik zelf. Dus we beginnen mooi met deze en dan gaan we deze eens kopen. En daarna gaan we even het nieuwe toernooi spelen wat er gaande is. Of het is niet echt een toernooi, maar het is de gladde helling. Dat had ik in de video van gisteren al gezegd, dat ik dat wel wil gaan doen de dag nadat die video online kwam. En dat gaan we dus vandaag ook doen. Ik ga gewoon kijken hoe ver ik kan komen en wat voor rewards we allemaal gaan krijgen. Met een beetje mazzel gaan we echt vet voor coins en vet voor andere dingen verdienen. Volgens mij is dit ook een beetje de volgorde hoe je dingen krijgt. Eerst 25.000 coins, dan 50 skill boost, dan training speed, dan 100.000 coins. Dan krijg je deze centraal aanvallende middenvelder. Die op zich best wel prima is, dus dat is wel nice. En dan kunnen we ook misschien nog een Force speler krijgen. En dat zijn dan een van deze spelers. Die zijn ook best wel goed. Maar we gaan eerst de aanbieding kopen. Maar voordat we dat trouwens gaan doen, smash dat duimpje omhoog. 1000 likes dus. En ik koop volgende video die duurdere aanbieding van 5 euro. Maar ik denk dat dat wel moet lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en om dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn FIFA Mobile en andere FIFA gerelateerde video's. En check Bowser Army kleding. Link staat in de beschrijving. Nog maar een paar dagen in de aanbieding. Want tot en met is alles, of nou niet alles, bijna alles heeft 10% korting. Wil je het nog voor die tijd kopen? Zeker even doen. Ga naar www.bouws.nl. Maar genoeg geluld, het is nu tijd voor de aanbieding. Het is een goedkope aanbieding. Het kost maar 1 euro, maar we krijgen wel gewoon 100 zuurstokken, elite cadeau, gouden cadeau, 100 VIP punten en nog een keeper van 84 erbij. Die keeper die kan ik niet gebruiken. Ja, weet je, het is een keeper. Ik heb al een keeper van 86 op dit moment. Dus dat maakt niet uit, maar op zich, die zuurstokken zijn wel nice en de rest is allemaal ook heel nice. En ondanks dat ik die keeper natuurlijk niet ga gebruiken, kan ik hem wel heel goed gebruiken voor eventuele upgrades. Maar 100 zuurstokken is ook heel chill, want dan ga ik natuurlijk iets sneller richting mijn doel. Want mijn doel is natuurlijk Milner kopen. Ja, en hoe meer zuurstokken en zo ik erbij krijg, hoe beter het is. En dan kunnen we uiteindelijk misschien ook nog deze vrijspelen, Blanc. Dat zou ziek zijn. Dan heb ik gewoon een icon in mijn team. 93. Als ik dat haal, dan word ik helemaal gek. Ga je mee trouwens even van die gewone punten kopen. Want die kan ik op zich wel gebruiken. En dan gaan we nu hierna beginnen met het soort van toernooi. Ja, ik noem het toernooi, maar dat is het eigenlijk niet. Gladde helling, wat is de eerste opdracht? Trouwens, wat is überhaupt het idee? Je klimt reset. Dat kan je gratis doen. Oké. Ja, ik snap het al. Begin je klim onderaan. En elke keer als je zeg maar iets haalt, dan ga je weer verder omhoog. En het is best wel wat werk. Want elke keer als je dus het niet haalt, begin je gewoon weer helemaal onderaan. En dan moet je proberen zo hoog mogelijk te komen. Maar met die penguin score die je krijgt, kan je vervolgens wel volgens mij hier rewards krijgen. Bij 100 verdiende penguin score krijg je dus die 25.000 coins. En als je een verdubbelaar inzet, dan heb je volgens mij verdubbelaar. Dan heb je voor de komende 5 wedstrijden, of dan heb je 5 keer een verdubbelaar. Plus je krijgt 1000 pingwing scoren. Dat kunnen we eventueel ook doen. Weet je wat? Ik koop alvast een verdubbelaar. Weet je, dan gaat het wat sneller en ik heb momenteel nog van die diamanten. Dus dan gaan we dat gewoon lekker doen. Gladde tijdelijke details bekijken. Hoezo krijgen we dit nu in één keer? We krijgen nu trouwens de beloning. Hé, hey, we hebben nog iets voltooid. Of krijgen we dit nu allemaal omdat ik 1000 van die punten heb? Ik denk dat we dit krijgen omdat ik 1000 van die punten nu heb gekregen. Dat is wel chill. Nou, dan hebben we die rewards dus allemaal er boom bij gekregen. En bij de 5000 krijgen we dus weer nieuwe dingen eventueel. Dus die skill boost en die munten die heb ik nu gekregen. En dan vervolgens bij de 5000 krijg je training XP. Bij de 100.000 coins krijg je dan coins. En daarna krijg je die speler. En ik wil eigenlijk deze video kijken of ik één Force speler kan krijgen. Eén van deze spelers. Dat zou heel ziek zijn als dat gaat lukken. Maar laten we maar gaan spelen. En dan zien we wel hoe dit gaat. Ik ben erg benieuwd. We gaan gewoon even een tijdje no-liven. En even zien. Gebruik. Dit is gewoon erg makkelijk. Want ik denk dat je gewoon moet voorzetten. En gewoon moet scoren. En dat is inderdaad gelukt. Dat was ook het geval. Maar we beginnen natuurlijk heel makkelijk. Maar ik zag helemaal bovenaan dat je mega moeilijke dingen hebt. Wedstrijdverdubbelaar. Dus dan krijgen we er 10 extra bij. Kan je ook zelf inzetten wanneer je hem inzet.
Dat denk ik niet. Dus eigenlijk kan ik beter verdubbelaar pas inzetten als we hierboven ergens zijn. Maar kijk, hier moet je al tegen een team van 100 algemeen beoordeling. En hier helemaal boven moet je een team van tegen 120 beoordeling. Je staat 7-0 achter en je moet 4 keer scoren en maakt 3 keer een doelpunt met je middenvelders. En voltooit 75 pasen. Dat is insane! Hoe kan je dat ooit halen? Maar we gaan eerst even gewoon de makkelijke opdracht doen. Want ik zit nog mooi onderaan bij het makkelijke niveau. Maar het wordt bovenaan bizar moeilijk. Deze is ook makkelijk. Dit is gewoon een kwestie van de blokjes schieten. En daar is eigenlijk niks moeilijks aan. Als je maar over die muur heen schiet. Dat is het belangrijkste. En top, die was ook goed. En dan zal ik nu even rustiger omheen schieten. Ja, helemaal top. Easy. Deze waren echt heel makkelijk. Hier ligt ook niet het probleem, zoals ik al zei. Het probleem komt zo meteen pas. Wedstrijd verdubbelaar, min 1. Of krijgen we... hoezo? Ik heb het niet het idee. Oh, jawel, jawel. We kregen nu 20 scoren in plaats 10. Dus het wordt inderdaad wel verdubbeld. Nu krijgen we zo meteen nog 40, denk ik. Ga ik vanuit? Boombolen moeten we nu gaan doen. Oké, let's go. Oh, deze, hier ben ik goed in. Ik heb dit al een paar keer gedaan voor anderen. Dan hoop ik wel dat ik het goed doe, want ik mis nu compleet de eerste. Hier staan 3 bomen achter elkaar. Dus als ik... Oh, no way! Oh, yo. Oké, hier deze rustig. Deze raak ik wel. Yo, dat mocht ook wel eens. En dan moet ik de komende wel gaan raken. Ik miste ze allemaal. Oké, die raak ik ook gelukkig nog. En dan hoop ik dat ik nu nog eentje kan raken. Deze raak ik ook wel, denk ik. En die valt op. Dus dat is top. Dan moet ik nu eentje raken. Gewoon rustig door het midden. En oké, dit komt toch nog goed. Komt toch nog goed. Zou wat zijn als ik nu hier al overnieuw had moeten beginnen. Maar gelukkig is dat niet het geval. Hebben we nog wat punten. En inderdaad krijgen we 40 pinguïn scoren erbij. Wat is dit? We moeten tegen een wedstrijd, tegen een team van 70 rated. We krijgen 50 pinguïn scoren. Dus is het gewoon een wedstrijd. Maar dit win ik makkelijk. Weet je wat? Je kan ook wedstrijden auto laten voltooien. Je kan de computer laten spelen. Op het moment dat je team veel beter is dan het tegenstandersteam, dan hoef je eigenlijk niks te doen. Dus ik laat mijn team gewoon even spelen door de computer. En dan zie ik jullie zo meteen weer. En dan denk ik dat ik zelfs dan gewoon ga winnen. Dus, en anders kan ik altijd zelf even ingrijpen. Nou, ik heb de computer lekker zelf laten spelen. Het staat 5-0, 90ste minuut. Dus de scheids gaat zo affluiten. Ja, als je team echt een stuk beter is, dan hoef je zelf niet te spelen. Dan doet de computer eigenlijk al het werk voor je. En dat deed hij nu ook. Dus we hebben nu 100 pinguïn punten erbij als het goed is. Daar gaan we nu achter komen. Als het goed is, krijgen we 100 erbij. Inderdaad, omdat we natuurlijk een verdubbelaar hebben. En hoeveel krijgen we nu? We krijgen nu 75. En daarna hebben we een wedstrijd, dan krijgen we er 150. Dus dan wordt het al wat serieuzer. 200. En hier, vanaf hier wordt het iets ingewikkelder. Oké, dan krijgen we er al... Oké, nice. Maar we gaan even deze doen. Gegarandeerd beloning. 75 pinguïn punten. Eens kijken of dit gaat lukken. Veeg... Oh, deze. Je moet gewoon die sneeuwpop op zijn goede plek neerzetten. Ben ik pro, jongen? Oh, ja, dan moet ik dat wel even bewijzen. Ik heb deze al een paar keer gedaan. Dus dat scheelt. Dan weet ik een beetje hoe die moet. Ja, die is voor de middelste. Nee, voor de onderste. Nu gaan we voor de middelste. Als ze helemaal links zijn, dan kan je ze schieten. Boom. Ah, yo. Hij was wel goed qua timing. Oké, nu. Deze is wel goed qua kracht. Ja, top. Nu al eens hoog. Dan moet je echt heel hoog schieten. Oké, die is hoog zat. Raak ik hem? Ja, oh, nog net. Oké, nice. Deze opdracht ook gehad. Ook nog niet al te moeilijk. Er staat wel moeilijk, maar... Voor mij is hij niet moeilijk, jongen. We hebben weer 150 pinguïn punten. Ik heb nu helaas geen verdubbelaar. Maar zullen we verdubbelaar nu gaan inzetten? Ik weet niet. Voor 25.000 training XP. Ik weet niet of dat slim is om dat te gaan doen. Dan ja, ik kan het wel doen. Maar dan ben ik natuurlijk weer vet wat extra punten kwijt. Maar we proberen het misschien zo meteen. Als de scores echt flink omhoog gaan, gaan we dat even doen. Nu moeten we in ieder geval een wedstrijd spelen tegen AC Milan. Ook nog niet heel moeilijk. Die hebben een 80 beoordeling team. Dus ik denk dat ik, of dat mijn computerteam hier ook wel van zou kunnen winnen. Ook al hebben we 1 helft. En we moeten natuurlijk wel winnen. Dus misschien dat ik wel zelf hier en daar ga spelen. Maar eerst kijk even wat de computer gaat doen. Oké, nou, ik heb het toch maar eventjes zelf overgenomen. Omdat het toch niet heel vloeiend ging. Dus dan hebben we hier de eerste goal, wou ik zeggen. Maar die hebben we nog niet eens. No, dat zou toch niet zijn dat ik hier al uitgeknikkerd word. Dat zou toch wel een beetje zonde zijn. Ja, dat mag toch echt niet gebeuren. Dan vraag ik me af of ik verder heel veel rewards ga krijgen als ik er nu al uitgeknikkerd ga worden. No! Oké, we moeten nog binnen 15 minuten nog proberen te scoren.
kom op Joran, dit moet toch te doen zijn, zou je denken. Nou oké, we kunnen hier dan misschien dan toch nog even scoren, maar ja, dan staat het 1-1 en ik denk dat je moet winnen. Dus misschien dat dit gewoon niet goed gaat komen, oh, dat is wel heel ernstig, dat is wel heel ernstig. Maar dan moeten we heel snel de bal pakken en misschien, heel misschien dat we nog kunnen scoren. Dat zou heel misschien kunnen, dan moet ik nu deze kans scoren. Dan kom ik heel goed weg als ik deze nu scoor. Dat zou top zijn. Schot en rebound. Oh, joh. Wat lekker. Hoppatee. 2-1. Oh, gelukkig. Oké, ik ga vanaf nu de wedstrijden niet meer auto voltooien, want dat wil gewoon niet meer. De computer speelt momenteel niet meer goed genoeg. Dat is alleen tegen echt hele slechte teams. Alleen dan kunnen ze het een beetje volhouden. Maar het is voorbij. We hebben de wedstrijd gehaald, denk ik. Boom, weg die bal. De scheidsfluit nu ook af. Dan zijn we weer ietsjes verder. Ik ben benieuwd wat hierna komt. Volgens mij was hierna weer een skill game. Ja, volgens mij was er een skill game. Dat weet ik niet helemaal meer zeker. Dan krijg je dus gewoon de hele tijd pingwingpunten. Maar om dit allemaal vrij te spelen, jong, wat een werk. Want we moeten nu al 5000 pingwingpunten verzamelen. Wil ik hier komen. Maar op het moment dat je waarschijnlijk bij deze speler bent, dan moet je misschien alweer 10 of 15.000 verzamelen. Want het gaat echt super snel omhoog. Maar we hebben nu in ieder geval een training. Dit is geen wedstrijd. Krijgen we 200 pingwingpunten. Ik heb geen idee wat voor training dit is. Oh, hier deze. Deze is niet heel moeilijk. Volgens mij, je moet gewoon zorgen dat je hier zoveel mogelijk kisten omver schiet. That's it. En hoe harder je schiet, hoe beter het gaat meestal. We hebben nog 3 pogingen. En dat moet toch goed komen, zou je denken. Ja, easy. Ik zei toch, dit is niet al te moeilijk. Het is vooral de wedstrijden die het wat moeilijker maken. En die duren ook gewoon lang. Maar dan hebben we 200 pingwingpunten er weer bij. En dan hebben we nu een wedstrijd. We staan 2-0 achter. Het is al de tweede helft. En we moeten dit tiebreaker strafschoppen. We moeten dit gewoon winnen. Dus we moeten 2 keer scoren. Hierna hebben we weer een training. En daar krijg je 500 pingwingpunten voor. En daarna hebben we weer een wedstrijd. En dan moet je tegen 100 rated team. En dan sta je 3-0 achter. En je moet 2 keer scoren met dezelfde speler. Wat? Wat? Dat is toch bizar? Hoe is dit mogelijk, Jan? Hoe is dit mogelijk? Maar we zijn al een mooi eindje op weg. Als je zo kijkt, dan zijn we al over de helft. Maar dit is echt niet normaal. Het wordt steeds moeilijker. Maar deze gaan we ook even proberen te halen. En ik weet het goed gemaakt. Ik ga gewoon 1 keer alles bij langs. En dan geef ik het op. Maar ik ga even kijken of ik dit kan halen misschien. Ik ga eventjes pure concentratie spelen. Nou, hier zo. Voorzetje. En hopelijk komt hij hem binnen. Dat gebeurt niet. En we krijgen ook geen rebound. Oi, 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 oi. Het is alweer de 70ste minuut. Ik sta nog steeds 2-0 achter. Stomme FIFA Mobile. Ze maken die challenges veel te moeilijk, jongen. Als ik, oh, als ik nu 3-0 achter kom, het is voorbij. Nee! Oh, dit gaat niet meer lukken. Dit gaat niet meer lukken. We kunnen nog wel even proberen een keertje te scoren. Nou, ik kom nog wel weer op 3-1. Dat scheelt. Maar om nu nog 2 keer te scoren, dat lijkt me bijna onmogelijk. Maar ik geef het niet op. Ik blijf het toch nog even proberen. Nou, 90ste minuut en de scheids heeft afgefloten. Dus dit was het dan. Oké, ik geef het op. Dit is niet goed voor jullie om dit te gaan doen. We hebben dus nu verloren. En als het goed is, beginnen we dan weer helemaal opnieuw. In ieder geval, dat denk ik. We zijn wel een rank omhoog, dus dat is wel mooi. En we krijgen daardoor weer wat conditie erbij. Dus je moet helemaal weer opnieuw klimmen. Je kan nu niet meer verder spelen. Want hier zijn we net geëindigd. En om dit weer te halen, ja, dan moet je weer opnieuw beginnen. Dit is niet normaal veel werk. Terwijl ik de rewards nog enigszins vind meevallen. 25.000 trainings XP is natuurlijk veel. Maar het is niet de moeite waard om daar zoveel werk in te stoppen. Plus de spelers die je kan krijgen zijn leuk. Maar zo extreem goed zijn ze nou ook weer niet om er zoveel werk in te stoppen. Dus ik vind het wel bizar dat ze het zo moeilijk hebben gemaakt. Dus ik geef het op. Ik heb het geprobeerd. Maar dit was voor mij niet de moeite waard om verder te proberen. Dit sloeg helemaal nergens op. Maar vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten voor betere aanbiedingen in de volgende FIFA Mobile video. Maar dan was dit het. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later baten. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!